Had mama maar beter moeten opletten. Lessen. Goed zo. Druk, 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 druk. Oh, wauw. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. De laatste vlog voor we op vakantie gaan. Ik ga mijn best doen om er wat leuks van te maken, maar het wordt denk ik een korte vlog. Het is vandaag woensdag en zaterdag gaan we op vakantie. En voordat we gaan wil ik deze vlog vast ingepland hebben, zodat ik dat op vakantie niet hoef te doen. Dus... het wordt hard werken. En ik moet ook nog morgen mijn laatste dagje werken voor de vakantie. Ik heb gisteren en eergisteren ook gewerkt. En dan donderdag nog. En dan ben ik 3 weken vrij. Oh, en ik ben er zo aan toe. Ik ben ook verkouden. En oorpijn af en toe. Dat ik zo'n steek krijg in mijn oor. En dat is bij mij het teken dat ik op de rem moet trappen. Dus het komt net een weekje te vroeg. Ik hoop dat mijn lijf nog een weekje kan doorbikkelen. Of inmiddels een paar dagen. En dan... ga ik ultiem genieten. Ik ben er zo aan toe. Ik had het ook over met een collega. Dat ik voor het laatst in december een weekje vrij heb genomen. En daarvoor was de laatste keer in de zomervakantie. Volgens mij. Omdat ik dacht, ja, we kunnen nergens heen met corona. En er was natuurlijk heel vaak lockdown op mijn werk. Dus had het wat rustiger. Dat ik dacht, ja, nou... hè. Maar al met al was het best wel een pittig jaartje. Ook al was het dan soms rustiger of waren er ja, kinderen niet. Was veel administratief werk daardoor. En, nou, het was in ieder geval een pittig jaar. Dus ik heb heel veel zin in de vakantie. Verder is er een update over de auto. Die zal ik je straks vertellen. Maar eerst ga ik een broodje eten. Dankjewel Emma. Broodje. Lekker. Hey en Emma. Emma, mag ik iets vragen aan jou? Ja, mama. Ja? Oh, kom je naast me. Mag ik iets vragen? Oh, ja. Heb jij een poepje gedaan? Nee. Mama, nee, nee. Ik denk het wel, maar dat was niet wat ik wilde vragen. Emma, gaan wij bijna op vakantie? Nee. Wel, we gaan met de camper naar de camping. Ja. Zaterdag. Nee. Ja. Blauw, blauw. Gaan we lekker naar de camping, Emma? Nee. Oh, mama heeft er zo zin in. Gaan we leuke dingen doen? Misschien wel een keer zwemmen? Nee. Wel? Op vakantie. Ja, op vakantie. En een pijn. Hè? Huh? Een bad. Wat? En... ah! Daar lig je! Het is in het wasgoed! Kijk uit dat hij niet omvalt. Maar het wordt heel erg leuk. Ik wilde net, dacht ik, oh ja, vandaag is op de planning. Hebben we een druk, 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 druk. Hebben uitgeslapen vanmorgen. Ja, ja, tot 8 uur. Heel fijn. Ik was er echt even aan toe. Dus het is al wat later. Dus dat gooit wel een heel klein beetje roet in het eten. Maar de aangepaste planning. Sorry trouwens dat ik telkens, als ik hier film, dan ben ik heel rood. Maar dat komt door de blauwe muur. Dan probeert hij dat uit te balanceren. Waardoor ik dus heel rood word. Maar goed, het is dus al wat later. Ik ga zo douchen en dan krijg ik mijn tweede vaccinatie. Na mijn vaccinatie ga ik waarschijnlijk naar een kringloop. Ik ga even bedenken welke kringloop voor de video die over 2 weken online komt. Ik ga naar 3 kringloopwinkels. Ik was er al naar 2 geweest en... de derde kwam er niet van omdat de auto kapot was. En nu hebben we een andere auto. Ga ik het nog vertellen in deze vlog. En daarna ga ik naar huis. Lekker broodje eten met Emma. En dan moeten wij heel even naar de stad. Want we moeten nog even wat dingetjes halen voor de vakantie. Wat handige dingen. Ja, broodje eten. Ga jij nu een broodje eten? Lekker. En Emma die heeft opeens een groeispurt gehad met haar voeten. Misschien ook wel met haar lijfje, maar ook met haar voeten. Opeens zijn al haar schoentjes die ze nu aan heeft te klein. Dus ik heb bij H&M wat schoentjes besteld. Ik had nog wat liggen op haar kamertje, die ik te groot had gekocht. En ik wilde dus heel even kaplaarsjes kopen bij de Hema. Want dat is op vakantie, dacht ik, wel ideaal op de camping als het misschien modderig is. Ja, hoe leuk is het dan? Om kaplaarsjes te hebben. Verder ook nog wat dingen, maar dat zal ik jullie dan allemaal vertellen. Dat is vandaag de planning, deze woensdag. Zullen we zo boven dat, naar boven gaan dat mama gaat douchen? Nee. Oh, oké. Okay. Mag je nog heel even spelen? Ja. Wil je wel naar boven? Kom maar, mama. Ja, gaan we naar boven? Ja. Oké. Okay. Oké, okay. Ik ben aan het douchen. En opeens is het stil. Dat is verdacht. Dus ik zeg, Emma, Emma, geen reactie. Daniel werkt erboven. Die liep even naar beneden. Oh, ze zit in een mandje. Kijk.
Emma, ben je boekje aan het lezen? Van de krokodil? Nee, ik ga niet. Oh. Dit is haar knuffelmand, dus ze gooit dan de knuffel eruit en dan gaat ze in de mand een boekje lezen. Lijkt wel een hond, Emma. Wat zegt een hond? Goed zo. En ik heb Ender spenen vanmorgen. Heb ik niet op de kast gelegd. Hij gaat er dus spenen en de knuffels op de kast. Zodat ze er niet bij kan. Want anders gebeurt er dus dit. Gaat ze met haar speen zitten. En nu denk ik, ja. Mijn fout om het niet op te bergen. Dus ga ik haar ook niet straffen door hem nu af te pakken. Ja, had mama maar beter moeten opletten. Ik heb op mijn webshop, mocht je het leuk vinden, ook een kortingscode. Omdat ik 2 weken dicht ben. Of 2,5, iets langer. Want ik dacht, we gaan gewoon even dicht met mijn webshop. Zoveel bestellingen krijg ik ook niet. Om heel eerlijk te zijn, als ik een nieuwe collectie heb bijvoorbeeld wel. Maar ik dacht, ik neem even pauze. Bestellingen worden 31 augustus verzonden. En als je bestelt met de code ZOMER, met hoofdletter 20 en een uitroepteken, krijg je 20% korting op je bestelling. Met uitzondering van de sale items. Ik dacht, dat is wel leuk. Dan moeten jullie misschien langer op je bestelling wachten, maar heb je wel een goede korting. Dus als je iets wil bestellen, oorbellen bijvoorbeeld, check it out. En mocht je niet weten wat is Right by Jewelry, dat is mijn webshop. Ik verkoop oorbellen en dat zijn ringetjes. Ik heb nu alleen deze in, die hou ik altijd in, ook 's nachts. Het zijn ringetjes en je kan kiezen tussen verschillende ringetjes. En daaraan kan je er ook bedels kopen. Dus je koopt bijvoorbeeld een basisset, bijvoorbeeld deze. Dit is de 10 mm met crystal clear. Maar dan kan je ook zeggen, oh, ik koop ook Noordstar bedel erbij. En dan kan je die gewoon omwisselen. Dus kan je elke dag weer iets anders in je oor doen. Inmiddels is het 3:50. Die had ik even niet zien aankomen. Maar goed, ik zat net te editen. De kringloopvideo die over 2 weken komt. Komt Daniel binnen in mijn werkkamer. Dat is op zich niet het shocking nieuws. Want dat... En zegt hij, wat zie jij eruit? Nou ja zeg. Kennelijk zie ik er heel moe uit. En toen keek ik in de spiegel en dacht ik, ja oké, okay, je hebt een punt. Maar om het dan ook nog te zeggen. Dus ik dacht, misschien ga ik vanavond wel even in bad. Maar het is zoveel te doen. Oh. Ik heb echt gewoon toe aan vakantie. Dus nog 2 dagen, 3 dagen. En dan hebben we vakantie. Daar gaat nog zoveel aan vooraf. Ik wil dan altijd het hele huis schoonmaken. Alles inpakken en dit en dat. Oh hier, dit moeten we nog meenemen. Oh, dit moet nog meenemen. Dus. Zo dadelijk ga ik eerst met Emma naar de stad om een heleboel dingen te halen die we nodig hebben voor de vakantie. Wat deed jij? Ik zag het. Emma, die eet heel graag. Wat ben je aan het eten? Mond. In mijn mond. Ja, je hebt het in je mond. Wat heb je in je mond? Een beschuitje? Nee. Ja, wel. Dat is toch een beschuitje? Emma vindt het heel lekker om een kaal beschuitje te eten. Toch? En nu zit ze zich uit te sloven. I love you, Emmy. Vlieg, ga weg. Om het gestructureerd te houden. De schoenen van Emma. Ik ga ze even bij haar passen. Ik heb 2 besteld. Ik vind ze allebei leuk. Ja. Ik heb 2 paar besteld. Ik vind ze allebei leuk. Maar ik weet niet zo goed welke het worden. Ik heb deze. Die vind ik stiekem leuker. Maar ik vraag me af, past dit bij al haar outfitjes? Wil je die passen? Ja. Ja? Kijk of ze zich goed zit. Of ja, als ze grote voeten hebben, Emma. Je bent zo'n grote meid, hè? Bijna een peuter. Oh, wauw. Oh, die zijn wel iets te groot misschien. Maar ja, beter te groot dan te klein. Zesje. En ik heb deze roze met een strik. Vond ik wel een beetje, ja, kitscherig. Hoe zeg je dat? Ja, ik vind van die schreeuwige kleurtjes en die strikjes en dingetjes minder leuk. Maar ik dacht, dit past wel bij veel outfitjes. Oh, Emma! Mooi! Mooi? Nog meer laarzen. Hè? Nog meer laarzen. Nog meer laarzen? Nou, niet laarzen. Dit zijn sandalen. Ja, de roze hou ik sowieso, want die passen bij de shirt van vandaag. Dan kan ze deze aanhouden. En dan kijk ik heel even voor die blauwe. Daar ben ik weer. Wij zijn goed geslaagd in de stad. En we kwamen nog mijn zus en Julia tegen. Nou, Emma was door het dolle heen. Tot ze weer wegging. Dus we hebben met hun ijsje gegeten. En ik heb alles gekocht.
volgens mij wat er op het lijstje stond. Ik heb deze laarsjes gekocht. Blauw. Ik zei, er stonden groene en blauwe. Ik zeg, Emma, wil je groen of blauw? Had ik niet hoeven vragen, want Emma is alles blauw. Van het liedje. Haar lievelingsliedje is blauw, blauw. Nou ja, van Sesamstraat een liedje. Ik zal hem linken in de beschrijving, als ik het niet vergeet. Dus deze laarsjes bij de Hema. Dan wc-papier bij de Kruidvat. Ik kocht nog even gembersap en dropjes voor mijn moeder, want die zit in de lappenmand. Dropjes, ik dacht dat is lekker. En ik kocht... Ik kan me nou gewoon niet beheersen. M&M's, maar deze hebben brownie vulling. En gisteren had ik in mijn pauze M&M's met karamel zeezout. Die waren ook zo lekker. En hier ben ik ook heel benieuwd naar. Dus die ga ik morgen in mijn pauze opeten, denk ik. Hele dagen werken voor mij is echt te slecht. Ja, goed, anders had ik het gewoon thuis gegeten. Maar ik vind het wel lekker om iets te hebben in mijn pauze. Ik neem dan vaak zo'n gembershotje of een ander fruitsapje voor wat energie en chocola. En dan kan ik gewoon de hele wereld weer aan. Emma had ook een toilettas nodig en Emma koos deze. Ik vond hem niet per se het allerleukst, maar zij wilde die met de bomen. Zo schattig. Voor Daniel kocht ik de button It's My Birthday bij Zeeman. Want hij is op vakantie jarig. Ik zal straks heel even, vanavond ga ik met zijn cadeau aan de slag. Zal ik dan heel even laten zien. Ik kocht deze shampoo voor als we weer terug zijn van vakantie. Dit schijnt een girly girl proof shampoo te zijn. Het is shampoo en conditioner. Dus dat leek me goed. Voor Emma's krullende haartjes. Mocht je niet weten wat Girly Girl methode is. Op Tussen Drie Zussen. Dat is de blog die ik met mijn zussen heb. Hebben wij alle drie daar wat over geschreven. Ik ook. Met mijn stijle haar. Ja, dus ben je benieuwd. Ga het lezen. Maar ik wilde dat ook voor Emma speciale shampoo proberen. Want zij heeft natuurlijk wel krullen. Dan heb ik voor op vakantie. 2-in-1 douche. Dus het is dus shampoo en... douchegel. Ik dacht lekker voor in het badje. Kunnen we gewoon, hoeven we alleen dit mee te nemen. Praktisch. Ontharingscreme. En dan nog bij Zeeman heb ik twee van deze slabbers gekocht. We dachten dit is handig om mee te nemen op vakantie. We hebben er nog eentje. Kunnen we die gewoon afwassen en dan kunnen ze de kansen weer om. Hoeven we dus niet die stoffen mee te nemen. Want die moet je in de was doen. Bladibla. Dus dit scheelt weer ruimte. We hebben gewoon drie slabbers voor de hele vakantie. Nou, ik vond het briljant. Dan heb ik ook nog gewoon twee... Oh nee, ook Date. Ik heb Date gekocht. Je moet goed opletten met Date. Ik wist dat vroeger niet. Maar inmiddels wel. Je mag dus echt die hele sterke Date dus niet sprayen waar kindjes bij zijn. En dit is een kids variant. Dus dat is handig op vakantie als je last hebt van muggen. Dan nog twee leuke dingen voor Emma. Voor op de vakantie. Het eerste... Dit liet mijn zus zien dat ze dit had gekocht voor haar kinderen. En toen dacht ik, dit wil ik ook. Deze heb ik vooral voor mezelf gekocht. Dit had ik vroeger ook. En het is zo leuk. Het is namelijk een zaklamp. Die dan plaatjes projecteert. En ik heb dan de dierenvariant. Met verschillende dierenplaatjes. Ja, ik vond dit vroeger heel leuk. Ik hoop Emma ook. En ik kocht dit wat heel leuk is. Dit is dus een kleurboek. Hij is nog dicht. Maar in plaats van dat je kleurt met potloden, kleur je met deze waterpen. Hier doe je water in en dan kan je kleuren en dan komen de kleurtjes tevoorschijn. Superleuk en ook handig bijvoorbeeld in de auto. Of als je bijvoorbeeld bij een restaurant zit. Of, nou, Emma is ook dol op kleuren, maar die potloden vallen dan weer op de grond. En, nou, dit leek me leuk. Dat is wat we allemaal hebben gekocht. Goed geslaagd, zeg ik zo. Wij gaan zo lekker eten. En dan ga ik heel vroeg naar bed, want ik voel me echt belabberd. Goedemorgen, het is vrijdagochtend en wat voel ik me rot. Oh, ik ben zo moe. Ik ben echt op en echt toe aan vakantie. Ik heb nu vakantie, dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Maar, alsof het nog niet erger kon, is mijn telefoon kapot gegaan. Hij viel, het scherm, knipperde wit niks en ik zag niks meer. En oh, dus ik heb geen telefoon. Dus dat moet ik ook nog fixen voor de vakantie. Het hele huis moet nog schoon. Alle spullen moeten nog ingepakt. Het is niet mijn beste week. En ja, misschien denk je nu. Oh, wat wil je toch lekker. Het zag er gezellig uit de afgelopen dagen. Ja, klopt. Nou, er gebeurt gewoon van alles. En ik trek het gewoon even niet meer. En die telefoon was echt zeg maar de druppel die de emmer deed overlopen. Ik heb even flink gehuild vanmorgen. En nu
ga ik inpakken voor de vakantie. Emma wilde nog even kleuren. Dus ik dacht, dat is wel prima. Ik dacht, dan begin ik heel even beneden. En ik heb een schoonmaaktip voor jullie. En volgende week komt er een schoonmaakhack video online. Met 4 hacks die ik ga testen of het werkt of niet. Maar deze hack die werkt, dat weet ik sowieso al. Dat is namelijk hoe je je doppers of flesjes, want Daniel heeft bidons. Ik heb doppers, maar Emma heeft ook zo'n rietjesbeker bijvoorbeeld. Hoe je die even goed kan reinigen. En dat is met kunstgebit tabletten. Ja, je zou nu denken, oké. Maar dit werkt dus echt. Ik ken het van mijn moeder, die zei, ja, dit reinigt gewoon goed. En dat is op zich wel logisch. Ik heb ook wel eens gehad, weet je wel, dat er in die randjes van de dopper een beetje zo aanslag / schimmel zit. Dat gaat hier dus ook mee weg. Ja, het reinigt even goed. Het gaat lekker bruisen. Ik gooi er nog even een paar bij. Dus ik dacht, voor de vakantie hebben we even schone bekers waar we uit drinken. Want die gaan gewoon lekker allemaal mee. Als we dan een dagje op pad gaan, hebben we gewoon genoeg drinken mee voor een dag. Dus die tip wilde ik jou graag geven. En dit is natuurlijk een extra reiniging naast dat je ze gewoon in de afwasmachine doet of op de hand wast. Ik was het liefst op de hand. Ik vind bij de vaatwasser, ik weet niet. Het voelt voor mij dan toch niet helemaal schoon. Oké, I'm crazy, I know it. Maar ja, zo voel ik dat. Dus, Em en ik gaan zo naar boven inpakken en ik neem jullie dan wel eventjes mee. Voordat we gaan inpakken, nog even een update over de auto. Daniel had gebeld. Eerst zeiden ze, het zijn alleen de wielen en het een klein stukje wat dan aan de as zit. Dus we gaan het repareren. Misschien is het nog wel voor je vakantie klaar. En later belden ze, oh, toch is er meer aan de hand. Ook misschien de deur. En het is niet voor de vakantie klaar. Nu hebben we geluk dat we een klein autootje kunnen overnemen. En die kunnen we gewoon met de vakantie gebruiken. Super chill. Ik wil niet ondankbaar zijn. Maar toch vind ik het wel lastig dat we dus niet heel veel mee kunnen nemen. Zeker met Emma. Maar ook voor mezelf. Ik neem altijd super veel mee. Ik was al heel zuinig aan het inpakken. En het past gewoon niet in de koffer. Dus het wordt nog even dat. Ja, dat vind ik gewoon best wel rot. Maar het gaat allemaal goed komen. Ik probeer een beetje de positieve vibe in te halen. Want anders ga ik helemaal in zak en as. En dan wordt het een treurige ellende. En daar wordt niemand gelukkig van. Ik ook niet. Dus dat is even de update over de auto. We gaan dus lekker op vakantie met een kleine rode Kia. Nou, we zijn in Emma's kamer. Emma, wat wil jij allemaal mee op vakantie? Kleren lijkt me sowieso handig. Ik heb voor nu even een IKEA-bak waar al Emma's spullen in gaan. Want haar koffertje die is er nog niet. En we denken dat we misschien haar spulletjes in haar bad doen. Zodat het badje ook mee kan. Want ze hebben daar wel een familiedouche. Maar goed, als ze gewoon in haar eigen badje kan. Ze heeft nog gewoon zo'n babybadje waar ze in zit eigenlijk. Ik weet niet of meerdere ouders dat doen, maar wij nog wel. Dus daar gaan haar spulletjes in. Ik heb er al van alles in zitten. Dus laten we dat even checken. Een badhanddoek. Haar zwemvest. Beddengoed. En een slaapzak. En een dunne slaapzak voor stel dus overdag heel warm. Een toilettasje voor haar, maar daar zit alleen nog maar de douchegel in. En een zonnebril. Ik had ook nog een speelkleed. Maar die doen we alleen als er echt nog ruimte voor is. Dus de haar kleedjes moeten er nog in. Wat speelgoed. En ja, dat. Oké, ik ben denk ik zover. De hele bak is kleertjes en spulletjes. Daarbovenop is nog wat speelgoed wat meegaat. En later blijkt nog, oh ja, washandjes. Nou, en nog een boek. En natuurlijk moet straks ook Emma's Peppa Pig boek mee. Maar Emma wilde nu in bed lezen, toch? Ja. Ja, gekke meid ben je. Ja. Ja, lekker lezen, hè? Is jouw lievelingsboek, hè? Die moet wel mee op vakantie. Nee. Nee, wel toch? Ga jij lekker lezen? Ga mama verder inpakken. Dus ik denk dat ik voor Emma alles heb. Voor mezelf was ik gisteren begonnen. In deze berg. Deze berg is van mij, maar het is dus alleen nog maar kleding. Ja, I know. Zo, even een update. Ik heb mijn wenkbrauw geverfd. Het was iets donker uitgevallen dan ik eigenlijk wilde. Ook dat nog. Dus ja, het ziet er iets heftiger uit dan normaal. Het komt ook door schaduw. Kijk. Is alweer beter. Maar
Ik ben bij de telefoonwinkel geweest en ze kunnen mijn scherm maken. Het kost wel heel veel geld. En die man zei ook, maar waarom heb je er dan geen glasplaat omheen gedaan? En geen goed hoesje. I know. Ik kan mezelf ook wel voor de kop slaan. Maar die krijg ik er nu dus ook, gaat hij er ook bij zetten. Of opzetten. Ik heb verder nog wat boodschapjes gedaan. Maar eerst moet ik Daniels cadeau even fixen. Die is, als we op vakantie zijn, jarig namelijk. En hij wilde allemaal best wel praktische dingen. Prima hoor, verder. Maar ja, ik vind het wel leuk om iets te geven ook. Ik neem ook slingers mee en ballonnen. Ik heb ook 30. Dus ik heb ook van die grote 30 ballonnen. Emma geeft hem deze mok. En die heeft een kaartje gemaakt ook voor hem. Ik heb wat leuks opgeschreven. En ik geef hem een parasol. Die wilde hij graag. Gewoon zo'n strandparasol, weet je wel. Maar ik vond dat een beetje een saai en goedkoop cadeau. Dus ik heb kaartjes geschreven en die ga ik zeg maar erin hangen. Dat als hij de parasol openklapt, dan mijn kaartjes naar beneden vallen. En misschien nog wat andere slingers. En dan zitten er op die kaartjes ook nog cadeautjes. Gewoon dingen om te doen. Een workshop, dat mag hij doen. En nog, we gaan samen nachtkastjes maken. Want die van ons zijn kapot. En dat leek me wel heel erg leuk om samen te doen. Nou, in ieder geval ga ik dat erin hangen. En ook een van die dingen is deze button. Die moet hij de hele dag op. It's my birthday. Leuk. Dus dat ga ik heel even doen. Oké, okay, I'm so so sorry. Het is vrijdagavond en ik ga even de vlog afsluiten. Het inpakken gaat goed. Ze hebben mijn ouders geweest geholpen met van alles. En nu ga ik editen en dus de vlog afsluiten. De volgende week zie jij een video met schoonmaakhacks. Heel leuk. Die week daarna zie je dat ik naar 3 kringloopwinkels ga. En die week daarna hoop ik dat je dus de vakantievlog ziet. Dus je moet nog heel even wachten tot die beelden. Maar dan zou ik ook wel even morgenochtend filmen als je vertrekt. Ik ga editen, ik pak mijn stoel er al bij. En dan zie ik jou na mijn vakantie, in mijn vakantie. Nou, doeg en sorry voor de chaoticiteit.